Drie kapotte ruiten, een deur geforceerd en het wisselgeld uit alle kassa's. Dat is het werk van enkele dieven bij golfclub Kleidaal in Aartselaar. Hier kregen ze al meer dan 20 keer inbrekers over de vloer. En dat is niet langer toeval natuurlijk. Het is heel moeilijk om een golfterrein te beveiligen en dat weet men duidelijk ook. Want men is natuurlijk snel weg hier, het is groot, het is hier 67 hectare groot. Dus men ziet ook iedereen aankomen, het is hier donker. De golfclubs die gespaard blijven zijn golfclubs waar mensen wonen. Zoals in Edegem bijvoorbeeld woont een conciërge. Daar komt men niet meer, maar hier staat het moederziel alleen. Dus ik denk dat we dat in die richting toch zullen moeten oplossen. Nog meer beveiliging, camera's en zelfs politiepatrouilles. Dat moeten dieven voorlopig weghouden. Want nu de golfsport in is en vaak in de media komt, lijken veel inbrekers makkelijk de weg te vinden naar de golfclubs. Jullie zijn niet de enige club nu. Nee, wij zijn absoluut niet de enigste club. Ook onze buurman is net overvallen. Ook twee keer in twee weken tijd. En dat is gebeurd in een vier of vijftal clubs in het Antwerpse. Dus spreken we van een... We spreken absoluut van een plaag. En een inbraakgolf. Een inbraakgolf, klopt, absoluut. Ja. 15 inbraken op twee weken tijd in het Antwerpse. Dat is voorlopig de toch wel trieste balans.